en ik twijfel er geen moment aan dat Arla tijdens die vakantie kinderen heeft ontmoet. Het was alsof ik kon horen dat ze hun adem inhielden. Omdat het zo warm was, waren de gordijnen open en kon je de nachtelijke hemel zien. Ik ga mezelf en mijn ouders niet in gevaar brengen. Je hebt het filmpje van die oude vent gezien. Dus nu wil je dat ik terugga in de tijd? Dat ik het heb over mij in die tijd? Maar dit gaat toch niet over mij? Angel blijft heel lang stil en ik volg haar blik door de kamer naar de straat. De McClouds waren behoorlijk ouderwets en het wordt inmiddels wel wat beter. Maar helaas heerst er nog steeds een groot taboe op geestesziekte. Ja, ik denk dat Lucy McCloud waarschijnlijk heeft gezien hoe Arla haar man en haar andere dochter doodsloeg. Ik versta het niet goed. U valt steeds weg. Dat is... Het is meer dan... domme spelletjes en zo. Dus Arla McCloud en haar kliek, kunt u zich hen herinneren? Daar gaat het niet om. Ik vind het zelfs erg dat ik het aan jou vertel. Omdat ik ergens wel snap wat zij bedoelden. Ik snap hun standpunt wel en ik ben niet uit op wraak. Wat ik ooit op dit podium heb gedaan. Ik had ze allemaal aan de schandpaal kunnen nagelen. Hun schijnheiligheid openbaar kunnen maken. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat vond ik toen de juiste beslissing. Maar toen ging het mis. Dat is mij nooit overkomen hoor. Ik heb geen greintje medelijden met haar. De wat meer obscure hoeken van het internet zijn wat lastiger om aan te pakken. Het enige wat ik zeg, is dat je voorzichtig moet zijn. Dat er niks mis mee is om één te worden met de leegte. Vertel me dat ik overdrijf als hij uw kinderen zegt dat ze niemand zijn. Het is net een hydra, Scott. Als je er één kop afhakt, groeien er twee voor terug. En we zitten overal, wachtend in de coulissen. Nee, toch? Dat was het wel, denk ik.